Dirk Kuyt is tussen 2004 en 2014 het toonbeeld van onverzettelijkheid in het Nederlands elftal. De Katwijker komt tot 104 in het land. 1997. De dan 17-jarige Dirk Kuyt is schilder en droomt ervan om te voetballen voor Quick Boys 1. Eén van zijn klussen? Het schilderen van Huis ter Duin. Toevallig het hotel waar hij later veel verblijft, als speler van Oranje. Maar 1988 was mijn eerste voetbalherinnering. En ik kan me nog goed herinneren dat ik met mijn vader de wedstrijd tegen Rusland keek. En Nederland verloor met 1-0. En ik dacht dat het toernooi voorbij was. En mijn vader zei, ze zijn pas net begonnen. Je zal zien dat ze het toernooi nog gaan winnen. En de rest is geschiedenis. Van Basten. Goed. Oh, wat een goal! Wat een goal! Wat een schitterend doel! Maar dat is me wel altijd bijgebleven. En dat heeft ook ervoor gezorgd dat ik altijd een heel speciaal gevoel had met Nederlands elftal. Al voordat ik zelf Nederlands elftal speler werd. De prijs wordt uitgereikt door iemand die heel veel van jou houdt en andersom. Op het podium graag meneer Kuyt senior. Ja, nee, mijn vader was niet alleen mijn vader of iemand die me altijd steunde, maar ook gewoon een goede vriend en een echte trouwe supporter die overal mee naartoe reisde. En toen ik als speler doorbrak bij Utrecht, gingen ze samen met mijn moeder elke wedstrijd uit en thuis, overal naartoe. En zelfs wat ik heel bijzonder vond, is dat mijn vader tot op het laatst toe met een Nederlands elftal ook mee reisde. Hoe is het nou om zo naast je zoon te staan? Nou, gewoon. U staat vaker naast hem? Ja hoor, ja. Ik kan me nog herinneren dat hij een zware chemokuur in het Erasmus had in 2006. En toen de chemokuur klaar was, zijn ze samen met mijn moeder in één stuk doorgereden naar Duitsland. Iets wat eigenlijk niet kan. Maar hij wilde koste wat koste bij zijn. En daar heb ik heel veel steun aan gehad. En dat zijn voor mij hele bijzondere en speciale momenten. Dirk, van harte gefeliciteerd van het hele gezin. Dan ga je goed op. De vader van Kuyt overlijdt in 2007. Precies 7 jaar later, op het WK van 2014, speelt zoon Dirk tegen Mexico zijn 100ste interland. En eigenlijk kwam alles die dag samen. Ik weet nog goed dat de critici en de media van tevoren zeiden dat ik als iemand meeging die de hesjes op moest rapen en de ballen mee moest nemen. En zorgen dat de ballen goed hard waren, want mijn rol was daar eigenlijk niet. En ik heb eigenlijk er alles aan gedaan om een bepaalde waarde te hebben binnen het team. En de bondscoach Van Gaal had eigenlijk gezegd dat ik een hele belangrijke rol had in het team, alleen iets minder op het veld. En ik heb in die 2 jaar tijd eigenlijk elk moment gebruikt om hem het tegendeel te bewijzen. En gezegd dat ik nog wel ergens aan de bak zou komen. En uiteindelijk gebeurde dat op het WK. Hier is het doelpunt dat moest komen. Daar moet hij, in de hoek. 100ste interland als 7e speler. 7 jaar later, nadat mijn vader was overleden, al die getallen, al die momenten kwamen samen. En dan ook nog zo'n bijzondere wedstrijd spelen, want makkelijk was het niet. Haalt Klaas-Jan Huntelaar hier de zenuwen in bedwang. Huntelaar, ja! Ik kreeg nog een mooi cadeau van de KNVB. Een foto van mijn gezin met alle handtekeningen van de spelers en de staf en de bondscoach natuurlijk daarbij. Dus dat was voor mij een heel bijzonder cadeau. Maar daarin heb ik ook wel aangegeven dat ik zeker weet dat hij er eigenlijk een beetje bij was. En dat hij trots op me zou zijn en trots op me is, maar niet alleen op mij, maar op het hele team. En dat was voor mij een uniek moment en een van de meest bijzondere momenten uit mijn carrière, zeg maar. En ik had toen letterlijk kippenvel, zeg maar, op mijn armen en tranen in mijn ogen, maar ik was niet de enige. Dus dat geeft wel aan hoe bijzonder dat moment destijds was. Ietje was er een dijp bij en dat was mijn vader. Er stonden vanmiddag heel wat Dirkjes Kuyt langs het veld van Quick Boys in Katwijk. Ze kwamen voor hun held, plaatsgenoot en lookalike. Dirk Kuyt was nog nooit zo populair.
Hij is een van de drie debutanten van wie kenners al eerder zeiden dat ze in Oranje thuis horen. Ja, ik weet nog dat ik hier voor het eerst binnenkwam. En Edwin van der Sar, die ik in de regio wel eens tegen was gekomen. Maar voor mij natuurlijk iemand was waar ik ontzettend tegen opkeek. Wij kwamen eigenlijk tegelijk binnen. En ik was natuurlijk vroeg, want ja, je wil op tijd zijn en ik woon hier in de buurt. En hij was ook vroeg, want ja, hij woont hier als hij in het land is, ook in de buurt en zijn familie ook. Hij zei, ga je mee, gaan we even een visje eten. Dus ja, dat was natuurlijk wel voor mij de ideale binnenkomer om met hem even bij te praten. En ook even ja, te proeven van, hey, hoe gaat het nou hier in zijn werk? En hij stelde me gelijk op mijn gemak. En dat was een hele fijne binnenkomst. Maarten Stekelenburg zal in de tweede helft Edwin van der Sar aflossen. Stekelenburg debuteert daarmee in Oranje. Dat geldt ook voor Dirk Kuyt. Kuyt is een van de veldspelers die erbij op is gekomen. Dat was Collins John. Kijk, ik heb altijd geloofd in mezelf. En het bijzondere wat ik altijd in mijn carrière heb meegemaakt, dat de coaches die ik gehad heb op een of andere manier ook altijd in mij geloofden. Terwijl ik vaak het gevoel heb gehad dat ik anderen altijd moest bewijzen wat mijn kwaliteiten waren en of die wel voldoende waren. Alleen wat ik zeg voor mijn trainers, nooit, want die hadden ontzettend veel vertrouwen in me. En als je dan bijvoorbeeld naar Van Marwijk kijkt, die zei altijd, ik stel jou als eerste op. En dat gevoel gaf hij mij ook altijd. En voorafgaand aan toernooien ging het vaak over Robben, over Van Persie, Van der Vaart en Sneijder. En hoe die samen moesten spelen. Ja, daar bleef er eigenlijk geen plekje voor mij over. Maar op de een of andere manier stond ik daar altijd. De overhand, maar de bal wordt teruggebracht door Kastelen. En ingeschoten door Kuyt. Het is 2-1 voor Nederland. Dirk Kuyt. Ja, Kuyt schiet hem heel goed in met zijn linkerbeen. Dirk Kuyt ontwikkelt zich tot ideale teamplayer die overal inzetbaar is. Ik heb veel zeg maar, gezwerfd op bepaalde posities. Rechts gespeeld, rechtsbuiten, linksbuiten, spits. Op 10, rechtshalf, linkshalf gespeeld, rechtsback, linksback gespeeld. Dus de enige drie posities zijn rechtscentraal verdediger en de linkercentrale verdediger en op goal. Dus had ik graag wel een keertje mee willen maken. Kuyt. Van Nistelrooy erachter, of doet hij het zelf? Oh, sorry. Hij doet... Het Oranje met Kuyt bestaat uit spelers als Sneijder, Van Persie, Robben en Van der Vaart. De ploeg is hecht en wordt steeds hechter. En we waren vrienden van elkaar, we wisten alles van elkaar. We deelden ook op het moment dat we niet op het veld stonden vaak tijd met elkaar. Gingen we kaarten of kolonisten van Catan, noem het maar op, dingen om met elkaar bezig te zijn en elkaar beter te leren kennen. Nou, ik kon zelf ook heel erg slecht tegen mijn vries, maar ja, met Arjen Robben heb ik wel veel mooie dingen meegemaakt. Van tuinzetten die van het balkon werden afgegooid in Duitsland, tot het kapotmaken van een dak in het zwembad omdat hij weer een spelletje verloren had. Van der Vaart. Kuyt die een tijdje geleden uit de plannen van de bondscoach leek te zijn weggestreept. Maar die zich via een aantal prima wedstrijden bij Liverpool, met name in de Champions League, terugknokte in Oranje. Ja, in 2008 hebben we eigenlijk ontzettend goed voetbal laten zien. In de poolfase tegen Frankrijk en Italië. Ja, ik heb eigenlijk die wedstrijden nooit teruggezien. Maar mijn gevoel wat ik daar aan over heb gehouden is dat het... Ja, dat daar voetbal werd gespeeld zoals we in Nederland heel graag zien. En ja, ik was onderdeel van het elftal, dus dat maakte me ontzettend trots. En nu, Elia. Elia! En nog de goal van Kuyt! En nu is de buit binnen. Op het WK van 2010 is Kuyt met Oranje dicht bij eeuwige roem. Heel dicht. Maar ik was gewoon heilig van overtuigd, als we tot penalties komen, gaan we winnen. Want Stekelenburg was in de vorm van zijn leven en ik denk, ja, die pakken we gewoon. We moeten overleven, volhouden en dan worden we wereldkampioen. En dan heb je natuurlijk ook nog het moment van Arjen die eigenlijk heel veel goed doet. Alleen ja, de teen van Casillas die het dwarsboomt.
En dan ben je zo dichtbij ultiem succes. En ja, daar heb je eigenlijk alles voor gedaan in je carrière. En dat lukt net niet. Kuit haalt Nederland in de race. Louis van Gaal wordt na het mislukte EK van 2012 bondscoach. Hij heeft goed en slecht nieuws voor Kuit. Hij krijgt een belangrijke rol, maar niet op het veld. Maar hij gaf mij zoveel vertrouwen, respect en waardering dat ik zoiets had van ja, weet je, ik accepteer die rol van de tweede aanvoerder. En later hebben we daar nog dolletjes over gemaakt met Van der Vaart en met Sneijder, omdat ja, Van Gaal noemde mij ook wel non-playing captain. En dan lagen die gasten natuurlijk weer helemaal in een deuk. En ja, daar konden we dan uiteindelijk ook wel om lachen. En maar ja, ik zei altijd, jullie komen nog wel. En, omdat je daar helemaal niks aan hebt aan die term? Nee, ja, maar omdat ik niet zou gaan spelen. Dus ja, hun zei dan gekscherend wel, ja, wat doe je hier dan nog? Ja, ik zeg, nou, dat komt nog wel goed. Bij Quick Boys was je niet in staat volgens mij om ooit linksback te spelen. Dan zeiden ze, ga je alsjeblieft naar voren. Ja, nou, ik denk dat ik veel posities in mijn leven gespeeld heb. Alleen deze komt er nu bij. En ik ben er blij mee, want ik je wil heel graag voor je land spelen. Er zaten gewoon heel veel dingen wat ervoor zorgde dat ik gewoon heel erg emotioneel was, ook in die wedstrijd, maar wel zelfs boven mezelf uit kon stijgen. Ik weet nog dat ik aan het pressen was en een corner veroorzaakte, waardoor we uiteindelijk scoorden. En toen kwam de penalty. En dat is eigenlijk de enige keer waarvan ik gezegd heb in mijn carrière, nu pak ik het moment niet om die penalty te nemen. Terwijl een aantal jongens wel zeiden van jij neemt hem. En toen hebben we eigenlijk in een split second met Robbe besloten om te zeggen van joh, Huntelaar neemt hem, want Robbe had de penalty veroorzaakt. Ja, en dat is denk ik ook wel weer waar we in zeg maar 2012 in tekort schoten. Daarin wisten we nu precies wat we moesten doen. En in 2 seconden tijd besliste dat Huntelaar die penalty moest nemen en die schoot hem ook binnen. En ik heb heel veel penalties in mijn leven genomen. Ook heel veel gemaakt. Champions League halve finale, shootout, op de WK 2 keer halve finale, kwartfinale. Daar ging ik ook altijd volledig achter staan. Alleen dit moment koos ik om het een keer niet te doen. En ook de kleine Kuit, ja natuurlijk. De EK's en de WK's. De supporters en Nederland die altijd achter ons stonden. Dat gevoel, dat zijn de momenten dat je... Dat je meer Nederlander voelt dan ooit. 104 interlands, 24 doelpunten. Had die jongen die op zijn 17e Huis de Duin stond te schilderen, had hij dat ooit durven dromen? Nee. Ik heb nooit. Mijn droom was vroeger om het eerste van Quick Boys te halen. En die droom kwam uiteindelijk vrij snel uit. Ja, en daarna heb ik nieuwe dromen gekregen omdat ik mogelijkheden kreeg. En die heb ik altijd met beide handen aangegrepen. En stapje voor stapje heb ik mijn Nederlands elftal droom waar kunnen maken. En ik was, 17 jaar. Ja, toen stond ik nog te schilderen. En 18 jaar later. Ja. Had ik 104 interlands gespeeld.